hartelijk welkom hier in het Bouwhuis. Mijn naam is Diederik van der Staaij. Ik werk bij de Rijksgebouwdienst. Doe ik van alles, maar vandaag ben ik uw dagvoorzitter. En mag ik u door deze dag geleiden. Ik wil graag het woord geven aan Jacqueline Slanger. Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk netwerk van partijen. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Gouden Driehoek wordt het nou genoemd in Den Haag. Wij bestaan zo'n 2,5 jaar. Zijn opgericht mede dankzij de grote inspanningen en wens van de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Zij wilden heel graag een platform om met de markt en met de kennis te praten over vernieuwing in die bouwsector. Om gezamenlijk de vernieuwing eigenlijk te versnellen. En daar werken wij aan. Wat is er nodig om die vernieuwing te versnellen? Daarvoor is het heel erg hard nodig dat we elkaar vertrouwen. Dat partijen met elkaar werken in vertrouwen. En voor dat vertrouwen hebben we nodig dat we processen gaan inrichten op basis van dat vertrouwen. We hebben transparantie nodig, integriteit. De cultuur moet er helemaal op gericht zijn. En we hebben ook nodig dat we dan gaan samenwerken in die keten. Nou, daarmee heb ik eigenlijk meteen de thema's benoemd waar Vernieuwing Bouw mee bezig is. Wat er ook nodig is, dat zijn natuurlijk instrumenten zoals PPS. Vandaag gaan we het over PPS hebben en de vormen en wat u eraan kan hebben. Minister Schulz van Hagen is daarvoor speciaal gekomen. En ik wil ook heel graag haar uitnodigen om het woord tot ons te richten. Dames en heren, ik wil vandaag echt af van de discussie dat het allemaal nog moet starten. Maar laten zien dat het ook gebeurt. En dat was de tekst die ik uitsprak in september vorig jaar. Toen de PPS-prijzen van het vakblad Building Business werd uitgereikt. En ik was een beetje ongeduldig toen en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Omdat ik een echte gelover ben in PPS. En dus eigenlijk af wil van het verhaal wat je iedere keer weer terug hoort. Van ja, PPS zou zo'n mooie kans zijn. Laten we daar nou eens mee beginnen. We doen het gewoon. We doen het al op heel veel plekken. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En daarom ben ik ook blij dat er zo ontzettend veel mensen in de zaal aanwezig zijn. Om die kennis en die ervaring te delen en om ook te laten zien dat PPS gemeengoed wordt in onze dagelijkse praktijk. Nou, u weet, komende jaren is er minder geld voor allerlei grote investeringen. Dat geldt voor het kabinet, geldt ook voor de gemeenten en de provincies, voor de waterschappen. En niet alleen voor de overheden in die zin, maar ook voor de scholen, voor andere semi-publieke instellingen. Die merken dat er minder geld beschikbaar is. En tegelijkertijd is het juist nu heel erg belangrijk om te blijven investeren. Als je niet investeert, dan krijg je economie eigenlijk een extra harde klap. Stilstand is achteruitgang en dat betekent dat we er eigenlijk alles aan moeten doen om met minder budget toch te zorgen dat investeringen door blijven gaan. Nou, ik doe dat zelf, ik blijf investeren in mobiliteit. Ik ben bezig om de hoeveelheid regels terug te brengen, zodat daardoor ook weer meer ruimte ontstaat en ook dingen sneller gerealiseerd kunnen worden, maar ook goedkoper. Maar het blijven investeren is een hele belangrijke. En ik wil ook dat we meer halen uit de investeringen die we doen. Dus we moeten ook als overheden vernieuwend zijn. We moeten op zoek naar nieuwe innovaties, nieuwe manieren om dingen gedaan te krijgen. Je kunt een euro maar één keer uitgeven en dat moet je ook op een slimme manier doen. Nou, en voor mij is daarbij heel erg belangrijk dat je marktpartijen meer ruimte gaat geven bij het uitvoeren van projecten. En dat is natuurlijk best spannend, maar dat is wel heel erg belangrijk. En dat geldt voor het Rijk, maar dat geldt ook voor provincies en gemeenten. Meer vertrouwen, minder voorschrijven is heel erg belangrijk als je met elkaar in PPS projecten wilt gaan realiseren. Het is geen doel op zich, het is ook geen tovermiddel dat PPS, maar het is wel een middel wat kan leiden tot veel meer kwaliteit voor minder geld. Bij de ontwerp en bouw, maar ook bij het onderhoud, bij het beheer. En het is daarom essentieel dat wij met elkaar oefenen en eigenlijk gewoon doen en realiseren datgene wat PPS als belofte in zich houdt. En het is niet alleen een belofte, want de cijfers liegen er niet om. PPS-projecten op mijn ministerie hebben tot nu toe 700 miljoen euro aan meerwaarde gerealiseerd. Dus ik weet niet, een aantal van jullie is er al lang mee aan de slag, maar een aantal van jullie zal hier vandaag zijn en zeggen, nou, we zullen eens even kijken of dat nou eigenlijk echt wel is. Nou, 700 miljoen euro, hè, u hoort het, is natuurlijk toch een heel aanlokkelijk vooruitzicht.
700 miljoen, ja, ik ben er weer bij. 700 miljoen, dat is voor ons 10-15% winst ten opzichte van de traditionele contracten die we vroeger de deur uitdeden. Maar het leidt ook tot infrastructuur van een betere kwaliteit. En tot 2020 zal mijn ministerie ongeveer 30 projecten uitvoeren in PPS vorm 32, om precies te zijn. En mijn ervaring is tot nu toe dat ze innovatief zijn, op tijd en ook binnen budget opgeleverd worden. Er zijn natuurlijk ook wel ervaringen met projecten die lastiger zijn gegaan in het verleden. Maar juist doordat we meer gezien hebben, meer gedaan, ook internationaal gekeken hebben, hoe is dat nou in andere landen gegaan, kun je bij je contracten daar ook steeds scherper op sturen. Wegenproject A15 Maasvlakte Vaanplein leverde bij de aanbesteding een financiële meevaller van 20% op. En als u beseft hoeveel geld ik vaak moet uittrekken voor infrastructurele werken, dan weet je dat dat gewoon echt gigantisch is. Op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal gaan de extra rijstroken 6 maanden eerder open dan gepland. Waarom? Omdat we in de wijze waarop we gecontracteerd hebben een bonus geven aan de partijen om sneller open te zijn, om minder hinder te veroorzaken. Dus dat soort dingen kun je daarmee goed organiseren. Het is mooi voor ons, maar het is natuurlijk ook heel mooi voor de reiziger die daarmee uiteindelijk 10 tot 15 minuten moet ik zeggen, minder reistijd heeft. Maar PPS is natuurlijk meer dan wegen alleen. Want ik zie sommigen van u wel denken, ja, dat vertelt ze wel leuk, maar met zo'n weg, dat is natuurlijk allemaal heel simpel en dat is een groot project. En een beetje asfalt neerleggen, moet wat verlichting eromheen, dat kun je prima PPS doen. Maar wij hebben allemaal hele complexe projecten waarbij dat niet kan. Maar er kan natuurlijk veel meer dan alleen de snelwegen of de huisvesting van ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen. Er zijn er nu al een heleboel die PPS al inzetten. Denk aan de regiotram in Groningen, ook met PPS gerealiseerd. De Zuiderzeehaven in Kampen, de afvalwaterzuivering van Delfland. Dat zijn een paar voorbeelden, maar ik denk tegelijkertijd dat er nog zo ontzettend veel meer mogelijk is in het land om het PPS te realiseren. Onbekend maakt onbemind, zegt men wel eens. Nou, wij moeten volgens mij met elkaar aan werken om te zorgen dat dat niet meer zo is. En PPS is wat mij betreft juist heel geschikt om ook bij kleiner maatschappelijk vastgoed een oplossing te bieden. Denk aan het bouwen en het beheer van sporthallen of het onderhoud en het bouw van zwembaden. Nou, u kunt zich er van alles bij voorstellen. Dat kan je natuurlijk gewoon heel goed op zo'n manier doen. Een DBFM-contract uiteindelijk kan ervoor zorgen dat de slimme oplossingen die er in de markt zijn, dat die ook werkelijk eruit gehaald worden. De oplossingen die u als gemeente misschien wel, maar misschien ook niet had bedacht van tevoren. En dat is nou juist het aantrekkelijke van zo'n type contract. En dan gaat het niet alleen om nieuwbouw of om verbouwing, maar het gaat ook om beheer en onderhoud. En misschien zelfs wel exploitatie. En dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Denk aan straatverlichting. Er zijn heel veel gemeenten die zeggen, ja, we willen eigenlijk wel LED-verlichting hebben, maar dat is een hele hoge investering. PPS-contract biedt misschien wel uitkomst, want dan kun je natuurlijk die investering over de lange termijn uitsmeren, over de hele levensduur van het product. En dan wordt het een stuk aantrekkelijker. Dat scheelt voor de gemeente een grote eenmalige investering. En uiteindelijk krijgen de mensen in de gemeente toch een goede en duurzame en energiezuinige straatverlichting. Dus ook dat is weer een voorbeeld waar je misschien niet zo heel snel aan denkt, maar wat wel heel goed gerealiseerd zou kunnen worden. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de ervaringen van andere bestuurders met dit soort innovaties. Ik hoor straks van Elisabeth Posten hoe de publieke voorziening van Noord-Holland op peil gehouden worden in tijden van krapte. Staf de Pla gaat wat vertellen over Eindhoven en hoe het daar allemaal gebeurt. En als ik om me heen kijk, dan zie ik ook dat de kennis voor het oprapen ligt. Om al die know-how uit die PPS, uit de publieke sector ook te gaan bundelen, is PPS Support op gericht. Jean-Paul Schaaien zal daar aanspreekpunt zijn. En het bedrijfsleven kende al PPS Netwerk. En het mooie is dat die twee nu ook samen echt een publiek-private samenwerking aan het aangaan zijn. Ik heb begrepen, Jean-Paul, dat je had gezegd, we waren verliefd en zijn nu verloofd. Nou, wie weet wordt het nog een keer een trouwerij tussen beide organisaties.
Maar het is in ieder geval van belang om te weten dat er gewoon een plek is waar projecten samenkomen, waar banken en pensioenfondsen elkaar kunnen vinden, waar gemeenten en provincies informatie kunnen halen en het Rijk over hoe pak je dat nou eigenlijk aan, waar je de spelregels kunt zien. Er is in ieder geval geen enkel excuus meer om te zeggen dat het niet kan en dat het moeilijk is en dat het complex is om een project te vinden of om een partner te vinden die het met je wil doen. Nou ja, liefde moet je niet veel dwingen, moet groeien. Jean-Paul Schaai zal straks gaan vertellen hoe het zit met de liefde vanuit de PPS support. Maar het is in ieder geval, wij merken gewoon dat de buitenwereld echt graag wil. Wij willen ook echt graag, dus kan eigenlijk niet zo heel veel meer misgaan. Dames en heren, toch blijf ik zeggen dat we met PPS nog een wereld te winnen hebben. Want pas als wij niet meer deze zaal, maar dan misschien de hele stadion te pakken hebben, denk ik dat we zover zijn dat we kunnen zeggen dat het gewoon gemeengoed geworden is. Ik ga natuurlijk niet over de plannen en over de projecten van uw provincie of van uw gemeente of van het waterschap. Maar ik hoop wel dat mijn enthousiasme echt aanstekelijk werkt. Omdat ik, zoals ik al in het begin zei, een echte gelover ben. U zit hier met allemaal vragen. Maar u zit hier misschien ook met allemaal oplossingen die u nog niet van elkaar kent. En ik wil u dus uitdagen om vandaag elkaar het hemd van het lijf te vragen. Zodat u aan het einde van de dag verrijkt naar huis gaat met nieuwe ideeën, met nieuwe antwoorden. En laten we PPS tot de normaalste zaak van de wereld maken. Dank u wel.